Wanneer je begint met PLC Next, wanneer je eerste PLC Next controller hebt aangeschaft, dan wil je eigenlijk weten van hoe ga ik nou van start met die controller en wat moet ik doen, hoe kan ik het doen en hoe kom ik van start. Daar hebben we een website voor in het leven geroepen, een community, dat is de PLC Next community. Daar staat onder andere PLC Next nieuws. En in de topic nieuws vind je eigenlijk alle nieuws wat te maken heeft met PLC Next technologie. Daar vind je onder andere als er een nieuwe webinar is, als er een nieuwe firmware gedownload is, als er nieuwe manuals zijn, etc. Daarnaast hebben we de knowledge base. Daar zie je onder andere features en roadmaps. Daar kun je eigenlijk vinden wat komt er, wat is er en wat zou ik eigenlijk willen hebben. Daarnaast hebben we de Getting Started. En de Getting Started heeft een programming sectie. En in die programming sectie word je echt op weg geholpen. Hier vind je waar vind je de tools, hoe stel je je workbench in en hoe creëer je je eerste project. Eigenlijk de basisstappen. Die vind je hier voor de IEC-omgeving. Die vind je voor de C++-omgeving, voor C# en voor MATLAB Simulink. In de Knowledge Base hebben we ook nog PLC Next Technology Info Center. We hebben tutorials. Welke tutorials zijn er? Manuals voor degenen die niet zo van filmpjes houden. Die kunnen ook de pdf's lezen. We hebben e-learnings waar met een korte instructie zaken worden uitgelegd. En we hebben de FAQ. Veelgestelde vragen en wat zijn daarop de antwoorden. Voor de geavanceerde gebruiker hebben we ook nog de makersblog. En in de makersblog is voor en door gebruikers. Mensen die iets uitgeprobeerd hebben met PLC Next. En daar graag iets over willen vertellen, die kunnen hier in hun makersblog een klein blogje, een kleine instructie publiceren. Tot slot hebben we bovenin ook nog de Instagram pagina, het YouTube kanaal waar alle video's verzameld worden, de GitHub channel waar de C en C++ voorbeelden staan en tot slot de PLC Next Store. Die werkt net als de Apple Store, net als de Play Store van Google. Daar kun je appjes downloaden. In allerlei soorten en maten. Dan heb je eigenlijk alle tools in handen om te beginnen met PLC Next. You're next.